super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Marloes, ik ben diëtist en ik ben sportprofessional. En ik maak video's over gezond leven. En onder andere ook heel veel workouts. Vandaag gaan we eigenlijk een beetje wat anders doen. Ik kreeg namelijk heel vaak de vraag van kun je nog eens een stretch routine opnemen? Ik heb al eens vaker zo'n video gemaakt, maar ik snap heel goed dat mensen variatie willen. En stretchen is gewoon super belangrijk. Je kunt dit doen na een workout, maar ik doe het ook heel graag op een rustdag. Zodat je je spieren weer even lang maakt, even ontspant, de tijd voor jezelf neemt. Gewoon even geniet van het trekken van je spieren. Vandaag heb ik een stressroutine die geschikt is voor zowel beginners als gevorderden. Iedereen kan gewoon meedoen, want je kunt het helemaal aanpassen naar je eigen kunnen. Laten we gewoon beginnen. Ik ga eerst eventjes diep in en uit ademen met jullie. Adem in. En blaas uit. En adem in. En blaas uit. Adem in. En blaas uit. Keurig. Dan kom je stevig staan. Hand in je zij. Andere arm gaat over het hoofd. Zo ver als je kunt. En dan heel langzaam weer terug. En dan doen we de andere kant. We gaan in deze video ook heel veel bewegend stretchen. Dus je gaat telkens van de ene kant naar de andere kant. Ik vind dat zelf een hele fijne manier van rekken. Eigenlijk haast een soort van yoga. Adem in. En blaas uit, arm over. Adem in. En blaas uit. En nog één keer adem in. En blaas uit. Super. Dan pak je één arm. Daar je voorlangs, die trek je aan met je andere arm. Je houdt je schouder heel goed laag. Trek je een beetje aan. En dan laat je hem weer los. En dan doen we de andere kant. Trek aan. Heel goed. Blaas uit. Adem in. En blaas uit. Adem in. En blaas uit. Allebei de kanten nog één keer. Adem in. En adem in. Keurig. Oké, dan schud je je bovenlichaam even los. Doe wat prettig vindt. Draai misschien je schouder even. Net wat jij prettig vindt. Vervolgens gaan we ietsje breder staan met de benen. En dan ga je met beide handen naar je rechterbeen. Of naar je linker, maakt niet uit. Kom zo diep als je kunt. Is dat tot hier, dan is dat helemaal prima. Je gaat vervolgens naar het midden. En dan via je andere been weer terug omhoog. Handen gaan helemaal mee omhoog. En dan doen we het nog een keer heel langzaam naar beneden. Kijk of je misschien ietsje dieper komt. Ga je naar je andere been. En helemaal omhoog. Doen we nog een rondje. Helemaal naar beneden. Je mag je knieën trouwens licht buigen. En helemaal omhoog. En nog één rondje. Helemaal naar beneden. En helemaal omhoog. En dan gaan we ook de andere kant op. Helemaal naar beneden. Misschien kom je nu iets dieper. Ik wel. Ik merk dat ik nu al meer ruimte krijg in mijn hamstring. De achterkant van de bovenarmen. En je mag je benen steeds meer strekken. Dus kijk maar eens of je je benen helemaal kunt strekken. Hier naar beneden. En helemaal omhoog. En nog één keer helemaal rond. En omhoog, keurig. En dan voor de laatste keer gaan we recht naar beneden. Je blijft diep hangen. Je mag even beide ellebogen vastpakken. En dan beweeg je rustig heen en weer. Van links naar rechts. Ontspan die onderrug. Kijk of je nog ietsje dieper kunt komen. Heel goed. En dan kom je weer langzaam omhoog.
Keurig, super. Dan gaan we met de rechterarm naar je linkerteen of andersom met je linkerarm naar je rechterteen. En de andere wijst omhoog, zo ver mogelijk omhoog. En daar kijk je naar. Dan gaan we afwisselen. Dus de andere hand gaat naar je voet, de andere hand komt omhoog. En daar kijk je naar. Voel de draai in je torso, in je hele lichaam. Dan weer de andere kant. Arm omhoog. En kijk hem na. En adem rustig door, hè. Geleidelijk in en uit. We gaan weer wisselen. Keurig. En wissel om. Allebei de kanten nog één keer. En de laatste keer wissel. Super. Dan ga je weer via het midden. Dan ga je omhoog. Keurig. En je mag je nog even helemaal uitrekken. Helemaal lang maken. Keurig. Goed, dan kom je stevig staan. Je pakt vast bij je enkel. Eén hand in je zij, pakt vast bij je enkel. Als je een steuntje nodig hebt, dan is dat geen enkel probleem. Maar als je moeite hebt met evenwicht, pak je gewoon een steuntje. Je probeert je knieën zo dicht mogelijk bij elkaar te houden en je brengt je hak naar je bil. En probeer je heupen een klein beetje naar voren te duwen. Dan voel je als het goed is de rek op de voorkant van een gebogen been. Adem weer rustig door. En dan doen we de andere kant. Oh, ik viel bijna om. Zag je dat? Andere kant. Pak beet. Zoek weer een steuntje als je dat nodig hebt. Helemaal geen probleem, hè? Sta goed rechtop. Zo recht mogelijk. En ontspan. En je mag eventjes uitschudden. Dan kom je naar het matje. Je komt op je knieën op het matje zitten. Als je geen matje hebt, dan werkt misschien een matras of een dik kleed ook heel goed. En dan breng je je handen naar voren en je komt met je billen op je hakken zitten. Heel goed. En dan bewegen we met het hele lichaam naar voren. Dan kom je liggen en je duwt een klein beetje omhoog. Heel mooi. En dan kom je weer naar beneden. Duw jezelf op en kom weer zitten. Met je billen op je hakken. En dan komen we weer helemaal naar voren. Laat je liggen op de grond. En duw een klein beetje omhoog. Een klein stukje is voldoende, hè? Het is de bedoeling dat je de rek voelt op je buik. En misschien een beetje op je borst. Dan kom je weer liggen. En duw je jezelf op. Gaan we weer terug. Naar die billen op de hakken. Deze is voor de onderrug. En dan kom je weer omhoog. En naar beneden. En duw je jezelf omhoog. Keurig. En alles nog één keer. Naar beneden. Duw omhoog. Kom zitten met je billen op je hakken. Weer omhoog. Je komt naar voren, naar beneden. En je duwt dan je bovenlichaam weer een beetje omhoog. Heel goed. Dan kom je zitten op je handen en je knieën. Dan gaan we even die rug helemaal ontspannen door hem helemaal bol te maken. En vervolgens helemaal bol. Blaas uit. Adem in bol. En blaas uit, hol. Adem in, bol. En blaas uit, hol. En adem in, bol. En blaas uit, hol. Heel goed. Oké. Kom even zitten weer op je knieën. We zetten één voet voor. En dan zoek je je balans. Als je dat hebt, dan duw je je heupen naar voren. Dus duw je heupen naar voren, zo ver als jij kan. Kom je niet zo ver, dat is helemaal geen probleem, hè? Als dit heel goed gaat, plaats je je handen in je zij.
Heb je daar ook totaal geen moeite mee, dan mag je je armen omhoog brengen. Haast achter je hoofd, je armen langs je oren of zelfs iets achter je oren. En adem rustig door. Blijf met je heupen goed naar voren. Dus je gaat niet terug, je blijft naar voren duwen. En adem een paar keer heel rustig door. Kijk of je je heupen nog iets verder naar voren kunt duwen. Heel goed. En dan kom je langzaam terug, armen naar beneden. Duw weer op. En zet je andere knie op de grond. Andere voet komt voor. Dit is trouwens een hele goede stretch voor de spier die hier zit. En je duwt weer. Als je je balans hebt gevonden, duw je je heup naar voren. En als je dat kunt, plaats je je handen in je zij. Je mag dus ook vasthouden ergens aan. Helemaal geen probleem. En ook weer als dat lukt, komen je handen naar boven. Dan heb je helemaal uit. Blijf je heup naar voren geduwd houden. En neem een paar hele diepe ademteugen. Heel goed, dan komen we weer terug. Armen omlaag. En dan gaan we het voorste been gaan we voor ons neerleggen. Leg hem voor je neer en kom met je heupen zoveel mogelijk richting de grond. En dan probeer je een beetje van links naar rechts te bewegen met je heupen. Schommel een beetje heen en weer. Blijf zo goed mogelijk rechtop zitten. Kom je niet zo laag als ik, dat is geen enkel probleem. Doe gewoon wat je kunt. Super. Je voelt dus als het goed is op je bil. Van je gebogen been. Blijf rustig doorademen. En dan zet je weer beide knieën naast elkaar. Je andere knie komt voor. Gebogen. Andere heup gaat richting de grond. En je gaat weer een klein beetje van links naar rechts bewegen. Je voelt misschien dat de ene kant makkelijker gaat dan de andere kant. Bij mij doet deze kant een stuk meer pijn, of het is een stuk gevoeliger. Dat is dus ook een teken dat die spier een stuk meer gespannen is. En het is dus juist goed dat we dit aan het rekken zijn. Het mag trouwens geen hele stekende pijn geven hoor, dat is helemaal niet nodig. Oké, dan kom je weer langzaam terug. Je komt even zitten op je knieën. En adem nog even een paar keer heel diep in en uit. En blaas uit. Adem in. En blaas uit. En adem in. En blaas uit. Oké, wiebel dan je schouders even los. Geef jezelf een schouderklopje. Super goed gedaan. Ik hoop dat je deze stretch video fijn vond om te doen. We zijn het hele lichaam eventjes bij langs gegaan. Ik raad je dus zeker aan om regelmatig je spieren te rekken. Ik vind het zelf ontzettend fijn om te doen. Ik voel me er gewoon heel goed bij. Als ik alleen maar krachttraining doe en bijvoorbeeld aan het hardlopen ben, dan merk ik dat mijn spieren veel meer krampachtig zijn dan dat ik vaker stretch. Goed, ik zou het heel fijn vinden als je een duimpje omhoog wil geven en als je je wilt abonneren op mijn kanaal. Dat helpt mij ontzettend en voor jou is het helemaal gratis. Dan wens ik je een hele fijne dag verder en ik zie je heel graag in een volgende video. Doei doei!